Hoi, mijn naam is Marinus Ouders. Ik werk als dijkenbouwer bij een ingenieursbureau. Jullie studeren nu nog en ik wil jullie eigenlijk iets laten vertellen en laten zien van wat is het nou om later als ingenieur aan de slag te gaan. Waar loop je nou allemaal tegenaan? Wat, wat zijn je werkzaamheden nou eigenlijk? Ik merk ook altijd dat studenten met de colleges die ik geef daar heel erg geïnteresseerd in zijn. Nou dat inkijkje, dat wil ik jullie eens geven. En ook een beetje perspectief bieden als je nu allemaal krommel deze aan het uitrekenen bent. Wat ga je hier later nou mee doen? Het is een prachtig vak, dus ik wil je dat graag laten zien. Hoi, daar dus zijn we weer. Ik ga jullie nu wat vertellen over onze nieuwe normering ten aanzien van waterveiligheid. Dat is echt een andere manier waarop we naar waterveiligheid kijken ten opzichte van de vorige norm. Die vorige norm die ging uit van een waterstandsoverschrijdingsfrequentie, dat wil zeggen een waterstand die eens in de bijvoorbeeld 1250 jaar voorkwam. Met de nieuwe normering kijken we naar een basisveiligheid, dat wil zeggen. Een individueel risico van eens in de 100.000 jaar. Dat wil zeggen, de kans dat jij of ik overlijdt door een overstroming, is eens in de 100.000 jaar. Die oude normering dat hadden we dan in Nederland verdeeld in allemaal Dijkringgebieden. En dan hadden we Dijkring 14, nou, dat was een belangrijke, dat is zeg maar de Randstad. En die had een waterstand van eens in de 10.000 jaar. Uh, dijking 45, dus Nijkerk-Venendaal. Dat is daar uh, bij de Veluwe, of tegen de Veluwe aan natuurlijk, eens in de 1250 jaar waterstand nou, Wat ik al zei, die nieuwe normering die gaat veel meer uit van een risico, dat wil zeggen een kans van een over, overstroming. Je ziet daar die dijkring, dat eerste plaatje, dat in een dijkring er allemaal kansen aan gehangen zijn. Dus Waar is de grootste kans dat die, wat die doorbreekt? Het volgende plaatje is de gevolgen van die overstroming per dat gebiedje. Dus per trajectje binnen zo'n dijkringgebied. Dus zo'n dijkringgebied wordt helemaal opgeknipt in trajecten. En dan wordt gekeken als één zo'n trajectje doorbreekt. Wat zijn dan, dan de gevolgen? En die vermenigvuldigen we met elkaar. En dan bepalen we dus daarmee het risico uh, van dat gebied. En dat risico dat bekijken we zowel... In economisch risico, lokaal individueel risico, dat is die eentje in 100.000 jaar uh, kans en groepsrisico. Economisch, dus we kijken ook naar geld en groepsrisico. Uh, ja, we vinden als samenleving uh, het erger als in één keer een grote groep overlijdt dan elke keer een klein beetje. Het grootste, beste voorbeeld daarvan is natuurlijk het verkeer. Daar gaan ook wel uh, 600 slachtoffers per jaar. Maar dat is toch niet zo in het nieuws als dat als er een vliegtuig neerstort met. Uh, 600 personen. Dus dat bekijken wij anders. En vandaar dat dat ook meegenomen wordt. Dat plaatje wat ik net liet zien is nu uh, Nijkerk. Hier en hier, hetzelfde plaatje. En dus aan deze kant is het plaatje met al die dijktrajectjes. Met de faalkans van zo'n traject. En dan aan die kant hier het lokaal individueel risico. Nou, het is helemaal oranje, dus die mensen zitten niet. Veilig in dat gebied, althans het voldoet niet aan die norm. In VNK hebben we dat helemaal uitgezocht. VNK was een Veiligheid Nederland in kaart. Dat is dat helemaal uitgezocht per dijktraject. Wat gebeurt er als er een dijkdoorbraak is en wat zijn dan de gevolgen van die dijkdoorbraak? Je ziet dan hier dat de kans op een overstroming is eens in de 180 jaar. De schade van zo'n overstroming is 6,8 miljard, dus per jaar is dat 38 miljoen. Als er een overstroming gebeurt, dan zijn er 150 slachtoffers te betreuren en dat maakt het slachtofferrisico 0,8 per jaar. Voor het hele dijkringgebied is in dit de uitkomsten. Dus per faalmechanisme, ik geloof twee een vlogs geleden heb ik dat uitgelegd, hoe het met die faalmechanismen zat, die we allemaal bekeken. Nou, overslag en overloop, dat is een relatief kleine kans. Ten opzichte van, die zie je dan daar, helemaal in de hoek, piping, eens in de 200 jaar. Ik zei vorige vlogs ook al een keer dat piping een heel belangrijk verhaalmechanisme is uh, in, de, in de huidige dijken die allemaal worden afgekeurd. Nou, we bekijken dat ook voor duinen, die zie je helemaal in de hoek, maar goed, er zijn geen duinen in dat gebied. En we bekijken het ook voor kunstwerken, dus of een kunstwerk te hoog is, of die betrouwbaar is, of die uh, piping ontstaat, of dat die sterk genoeg is. En zo wordt dus dat allemaal per trajectje en opgeteld. En dan is het natuurlijk de maatgevende, dus of die wordt opgeteld, de maatgevende wordt bepaald. Terug naar die oude normering. Die eens in de 1250e waardstand. Wat was daar nou zo anders aan? Dit is van wat toen die belasting was. Toen zeiden we, nou in het Veluwe meer, dus bij, uh, uh, bij Nijkerk daar in de buurt, daar is een waardstand van. 1,40 meter op het Veluwemeer. meer. En bij de Grebbendijk, dus daar over bij Venendaal, dat is een waterstand van 11,7. Dus dat gebied loopt schuin. Nu kan je je dus voorstellen wat nu als er een overstroming gebeurt aan deze kant. Nou, dat zie je in dit plaatje hierboven, dit plaatje. Als die hier doorbreekt, dan kan natuurlijk alleen maar dit gebied vollopen. Dat zie je ook. Hier in het plaatje, het is alleen een schijf water waar dan de overstroming ontstaat. Dat water kan natuurlijk niet hierheen lopen, dat gaat natuurlijk niet. Maar als die bij de Grebbe dijk doorbreekt, als die hier doorbreekt, dan loopt het water over het hele gebied en misschien zelfs wel over de dijk naar het we meer. Dat zie je in het volgende plaatje hier. Als daar doorbreekt, daar bij de Grebbe dijk, dan loopt het hele gebied helemaal onder water. Dus het totaal individueel risico. Dat is dat plaatje daarnaast, dat oranje plaatje wat we hebben bekeken, Wordt eigenlijk voor een heel groot deel bepaald door het feit dat die hier bij de grabendijk doorbreekt. Als je dus dit totale gebied veiliger wil maken. Dan moet je dus een kleine gevolg. Kan je dus ook een kleiner kans van maken. Dus een, ja, een grotere kans. Dus, een, dus het is niet zo erg als hij vaker doorbreekt, want de gevolgen zijn veel kleiner. En hier moet je hem veel veiliger maken omdat de effecten zoveel groter zijn over het hele gebied. Dus je kan als je naar het vierde, vierde plaatje kijkt. Je kan het hele gebied helemaal verbeteren. Door met name hier te zorgen dat die veiliger is aan de bovenkant. Omdat de gevolgen van de doorbraak hier veel groter zijn dan de doorbraak hier. Nou en dat is nou wat we in die nieuwe normering eigenlijk hebben laten zien. Het is uh, of wat de nieuwe aanpak is. We ontwerpen niet meer alleen aan die kans. Dus die. Kant van een waterstand. Nee, we kijken ook naar de gevolgen van die waterstand. Nou, die gevolgen zijn aan de Grebbedijk kant veel groter dan aan de Vedemeerkant. Daar kun je aan draaien en je zou ook nog kunnen zeggen: ik draai ook nog eens aan de gevolgen. Dat zou ook nog kunnen. Dat je een gebied, uh, nou, complimenteer is misschien niet een goed woord, maar je kan natuurlijk wel uh, bepaalde uh, dingen hoger aanleggen, bijvoorbeeld. Nou goed, zo is uh, heel Nederland dus opnieuw verdeeld. Dus die oude kaart die hebben we vervangen door een nieuwe kaart. Waarbij we dus uh, bijvoorbeeld uh, hier bij Rotterdam zien dat het diep rood is. Dan wordt het alweer wat groener. Of een beetje oranje. En hier wordt het ook alweer wat rooier. Dus het traject Rotterdam heeft een, een veiligheid voor dat stukje dijk. Van eens in de 100.000 jaar. Overstromingskans is dus die dijk, die moet zo sterk zijn... Dat hij maar eens in een 100.000 jaar faalt. Terwijl het Westland, dat kan eens in de 3.000 jaar falen. En Den Haag eens in de 30.000 jaar falen. Dus daar hebben we in gedifferentieerd. En hier zie je natuurlijk nog de oude normering. Dat we gewoon overal uitgingen van dezelfde waterstand over al die gebieden, Dezelfde terugkeertijd, niet dezelfde waterstand. Dezelfde terugkeertijd van de, water, van de uh, van het waterstand. Nou, waarvoor heeft Rotterdam nou bijvoorbeeld zo'n heel veel hogere ijs... Voor dat stukje. Nou, dat komt omdat er een hele diepe polder achter ligt. Dus als die dijk doorbraakt, als die break, uh, dijk daardoor breekt, dan zullen er in één keer heel veel slachtoffers vallen. Dat komt omdat die polder die erachter ligt, die is heel diep. En die zal dus heel snel stijgen. Zal dus heel snel onder water komen te staan. En vandaar dat dat erachter zit, en dat zit nu in die nieuwe normering veel gedetailleerder uitgewerkt. Dan gaan we nog wel even één stapje verder, want ik dacht, ja, dit is nog misschien iets te veel basis voor een gemiddelde student waterbouwkunde. Dus we kijken naar die overstroomkans per dat traject. Dus dat stukje daar bij Rotterdam, wat zo heel rood is, dat stukje daar. Daarvan zeggen we dat het mag eens nog 100.000 jaar doorbreken. We hebben hier het falen van een waterkering, daarboven in een foutenboom. Hoe kan dat? Nou, binnen dat traject, ongeveer 15-20 kilometer, binnen dat traject. Kan een kunstwerk falen, of alle kunstwerken die er zijn kunnen falen. De dijk kan falen, of de duin in dat gebied kan falen. Nou, die is er in dit geval niet. Dus je kan zeggen, de kunstwerk kan falen of de dijk kan falen. Die dijk kan falen, maar dan kan er ook weer verschillende componenten van die dijk falen. Nou, daar hebben we een soort standaard faalkansverdeling voor. Dus we zeggen eigenlijk binnen dat traject, mag de kans dat er een inundatie plaatsvindt, Mag maar voor 8% liggen aan de kunstwerk. Maar voor 10% liggen aan een duin. En voor 62% ligt dat aan de, aan de dijk die in dat traject ligt. Nou, ik heb die boom dus even wat versimpeld, even wat dingen weggehaald. En binnen die falen van die dijk heb je ook nog weer een kans van 45% op instabiliteit. En 65% op de andere mechanismen, zoals bekleding. Ik heb het even tussen, tussen uh, absoluut tekens. De volgende getal achter dus dat is eventjes het absolute getal, want als je 62% hebt van het falen van de dijk en dan 45% falen door instabiliteit, dan is dat 28% van het totaal, van het totale falen van de dijk. Dus dat ene is het relatieve getal en het andere is het absolute getal. Ga je dan nog eentje verder, dan zie je dat je instabiliteit kan zijn piping of macro-instabiliteit. En de standaardverdeling zegt... 4% gaat naar maakstabiliteit en 24% gaat naar piping. Dus van een traject met een waterveiligheid van 100.000 jaar mag de faalkans bijdragen, mag de reden dat die faalt op piping van een dijk 24% zijn. En van maakstabiliteit mag die 4% zijn. Stel nou. Dat piping hier nauwelijks speelt. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Stel nou dat ik al weet dat de faalkans bijdrage van piping heel erg klein is. Ik heb een project gehad, Marker Meerdijker, waarvan ik wist, piping kan hier haast niet spelen. Het kan wel spelen, maar met een hele kleine kans. Wat je dan mag doen, is dat je die faalkansruimte, die mag je omdraaien. Die zie je hier, die mag je omdraaien. Dus dan mag je opeens zeggen: nou, dan neem ik 4% voor piping, was eerst 24%. En ik gebruik 24% voor maakstabiliteit, en dat was 4%. Omdat ik zeker weet, of met een hele hoge betrouwbaarheid, zeker weet dat de piping niet gaat spelen. En als ik meer faalkansruimte geef aan maakstabiliteit, dan mag ik de dijk minder stabiel maken. Nou, dat is even de teaser om nou eens even over na te denken waarom dat mag. Ik zou je hierboven nu een link sturen waarin ik dat nog eens probeer uit te leggen. Ik heb dat allemaal een keer gedaan: dus even om die hersens te laten kraken hier op de donderdagochtend. Goed, dit was hem weer voor deze week. Veel plezier met de studie en uh, zet hem op. Hè. Vond je dit nou ook leuk? Bekijk dan nog wat filmpjes, hier of hier, of anders word lid van dit YouTube kanaal en je zult allemaal verhalen horen.